Oké, dit is eng. Ik hoor iets geknaag hier. Hier in de muur. En als ik nu sla op de muur, dan hoor ik een enorm gezoem. Dus er zit volgens mij een hoornaasnest in die muur. Ik weet niet of je het gaat horen als ik ga slaan. Ik hoor het wel. Hier slaan. Alsof een windvlaag hier langs komt. Nou, oeh. Nog een uitdaging om die eruit te krijgen. Moet ik met gif doen. Is me ontdekken waar hun in- en uitgang is. Ja, ik heb ze ontdekt. Ja, dat zijn hoornaars. Dus ziet er inzoomen. Ik heb net een appel er tegen de muur gegooid en daar zie je ze dan naar buiten komen. Op dezelfde plek. Dus ja, ik heb al een schietspuit en het beste is dat niet te doen. Omdat het avond is en ze niet naar buiten vliegen. Ik weet alleen niet of het me lukt om me helemaal in te spuiten. Wow, die shivels. Is nog hoog ook dit. Dus ik moet even kijken of ik dit wel nu ga doen. Die beesten zijn of geniaal, of ik heb ze allemaal te pakken al. Ik heb nu gif erin gespoten, een afstand, laddertje, spuit, in de ingang, wat ik zag als ingang. Ik hoor nu wel gezoem, maar er komt geen beest meer bij. Ik heb wel wat appels alweer tegenaan gegooid. Ik hoor al een gezoem. Ik zie hem ook zitten hoor, het nest. Die witte vlek, dat is de onderkant van het nest. En daar vlak boven zit een ingang. Ik denk dat het een vlieggat is. Nou, misschien dat ik toch nog even ladder tegenaan zet. De beesten zijn echt huge. Kijk, die vallen beneden. En dan gaan ze dood. Dat is het gif. Maar ze vliegen hier natuurlijk rond. Als bezetenen. Als dronkaards. Dus ik. Ja, ik stop er even mee. En kijk morgen vroeg wel of ze nog naar buiten vliegen. Nou, the day after. De ochtends naast, ik zie je dood op terras liggen. Een aantal. En benieuwd wat ik aantref. Of die beesten nog vliegen. Deze niet. Deze vliegen niet meer. Ook op dit pad veel dode beesten. Maar ik heb de slag gewonnen, maar de oorlog niet. Want ik zag net nog die beesten naar binnen vliegen. Of één tenminste, en ik hoor ze nog steeds wel iets. Dus will be continued. Wat aan een Shigel ben ik. Het is de eerste ochtend in de 4 weken dat ik hier 's ochtends vroeg buiten ga zitten koffie drinken.
naar mijn avontuur met die hoornaars. Zit hier wel lekker. Vannacht trouwens, ja, ziek. Ja, moeilijk uit te leggen. Komt al die warmte in mijn hoofd en koude doeken gepakt. En toen heb ik dan een Brufeen genomen en dan geslapen. En tussen bij mijn mooie pilaar. Dus ik vandaag rustig aandoen. Op een of andere manier, hoe weet ik nog niet. Het is wel mooi geworden gisteren. Vandaag dus een beetje rondrijden, sloem, planken halen, mooi niets. Administratie, schoollessen maken. En uit de zon. Nou, weer gasten, of een gast, meneer uit Oostenrijk. Random kwam er langs zoek naar een camping. Nou, plek zat. Ik heb een bus beneden even geparkeerd. Ik heb planken gekocht. Dus ik ben een sloen geweest. Vanochtend is vannacht een beetje ziek geweest en ik moet uit de zon blijven. Het is nog 5 uur geweest. Ik ben vooral bezig geweest met planken halen, maar ook met lessen. Inspreken, maken op YouTube. Informatica lessen. Vind ik erg leuk om te doen. En ik hoop zo al mijn lessen ook in een online versie te kunnen aanbieden voordat het jaar begint weer. Goed, planken. Leuk. €118. 0,47 kubiek. Tuinbankjes in aanbouw. Op het erf. Dus ja, dit is altijd veel rommel. Maar dit moet een gezellige plek worden. Daar wordt geslapen tenslotte. Daar wordt gekookt en gegeten. Daar ga je naar de toren, naar het kamp. En dat is de ingang in de schuur. En hier kun je lekker zitten. En waar ik sta op zich ook. Is ook een terrasje. Ja, dus het is toch een terrasjesplek. Het is een tuin. Het loopt natuurlijk uit in de tuin. Ik heb trouwens volgens mij de oorlog gewonnen met de hoornaars, bedenk ik me. Ik ben er weer opnieuw naar boven gegaan. Ik heb plankjes losgeschroefd, erop geslagen. Ik kwam geen beest meer naar buiten. Dus er zit waarschijnlijk ook geen beest meer in.